Hele goedemiddag. Het is weer een paar maanden geleden dat ik hier was. Maart, geloof ik. Dat was de laatste keer van dit jaar. Dus nou, is nog niet zo heel lang, hè. Maar ja, kijkende naar dat filmpje. Het is natuurlijk wel heel goed gemaakt, want het gebruikt zuiver de Bijbelteksten. Dat is het voordeel van deze film over het leven van de Heer Jezus, dat je hem in de Bijbel echt kunt volgen. Er is niks aan toegevoegd en afgenomen. En dat geeft wel een stukje vertrouwen aan het stuk. Hoewel je altijd je afvraagt, ging het echt zo? Zat hij of stond hij of hoe ging het? Maar dat geeft niet. De inhoud van de boodschap was heel bijzonder. En het gedeelte dat mij toch weer even raakte, was toen de Heer Jezus zich aan hem openbaarde. En dan zie je opnieuw, het is de Heer Jezus zelf die ons ook opzoekt. En dat heeft hij ook bewezen door de hemel te verlaten, naar deze aarde te komen, vlees te worden, hier gewandeld te hebben, 33 jaar. En duidelijk heeft laten zien dat hij de wereld wilde redden. En vandaag de dag nog door zijn gemeente, door het getuigenis, door de kracht van de geest, heeft hij nog steeds dat verlangen dat mensen tot geloof en bekering komen. Johannes 9, het is een prachtig hoofdstuk. En ik denk als ik een toneelschrijver zou zijn, dan zou ik het onderverdelen in vier episodes die elkaar opvolgen. Maar even een pauze tussen alle vier. En dan aan het eind een slotstuk met een boodschap. Heb je begrepen waar dit over gaat? En zo kun je ook naar dit evangelie kijken. Want ik merk bij veel mensen dat als ze zo'n hoofdstuk krijgen, dan staat er boven in mijn Bijbel de genezing van de blindgeborene. Wie heeft er iets anders boven staan? Of de blindgeborene. Nou, dat staat er, hè. Weet u, het gekke is dan, dan ga je ook vanuit die bril, ga je dat hoofdstuk lezen. Vanuit het oogpunt van, er is een blindgeborene en daar gaat wat mee gebeuren. Het gevaar is dan dat je kan verliezen waar het werkelijk om gaat in dit gedeelte. Ook kan het gedeelte heel veel vragen oproepen. En die vragen kunnen opnieuw een andere kijk op dit hoofdstuk gaan geven. Het is in ieder geval een prachtige geschiedenis. En het is een geschiedenis waar Christus is, maar ook mensen. En diverse typen. De blindgeborene natuurlijk. Je hebt de omstanders, je hebt de discipelen, je hebt zijn ouders en je hebt geestelijke leiders. En ze spelen allemaal daar een rol in. En dat vind ik zo prachtig in het woord van God. Want we zeggen altijd, het is het woord van God, maar ik zie het vaak als een boek van God en mensen. Maar ik kan het ook anders zien, het is ook een boek van mensen met God. Want hoe lees je het? Lees je het vanuit perspectief van de mens naar God toe of vanuit God naar de mens toe? En beide zit daar allemaal in opgeborgen. Een prachtige verhaal. Het kan vragen opwerpen. Is deze blinde nou verkoren? Speelt hier verkiezing een rol? Dat hij als enige op dat moment, want ik weet zeker dat er meerdere blindgeborenen waren. Er waren er kreupel, er waren anderen die zieken, maar was hij dan uitverkoren? Dus moeten we dit als uitverkiezing gaan lezen? Gaat dit over het voorbestemd zijn tot iets? Was deze man zo geboren, maar was dat een voorbestemming, een plan van God om uiteindelijk in zijn leven iets te doen? Is het een gedeelte over genezing? Nou, als je de mensen die geloven dat een christen kan niet ziek worden, is dit een ook weer van de gedeelte, zie je, God geneest. Ja, en die anderen dan die er waren. Kun je het zo lezen? Of gaat het hier om de spanning tussen geloof en religie? Waar gaat het hier nu eigenlijk om? Nou, weet u waar het hier om gaat? Om de Heer Jezus. Het gaat om de Heer Jezus. Hem moeten we steeds centraal stellen. Want hij speelt de hoofdrol, niet de blinde. Want het begint niet met de blinde man. Er staat in het voorbijgaan, zag hij iemand. Dan kun je wel zeggen, ja, dat is logisch, want die blinde kon niet zien. Nee, maar die blinde kon wel horen dat er iemand aankwam. Een blinde heeft een extra zintuig die voelt dat er iemand aankomt zelfs. Die herkent voetstappen.
die hoort dat er een verandering in de omgeving plaatsvindt. Dat is heel, heel apart bij blinden, dat hun gehoor, hun zintuigen, die zijn anders. Maar het gaat hier niet om dat er een blinde was die hoorde dat Jezus kwam, zoals je dat wel eens in andere gedeeltes leest. Hier gaat het erom, in het voorbijgaan zag hij. Zag hij. En zoals Jan al zei, de tijd waarin wij leven, de Heere Jezus ziet. Hij ziet jou, hij ziet u vandaag de dag zoals u zit. En hij weet precies waar u bent in uw leven, maar bovenal waar u staat in uw geestelijk leven. Hij ziet. En hier gaat het vanuit de Heer Jezus. Maar je ziet hier ook de werking van God in een blinde. En zoals Jan ook al zei, een blind beeld van het niet weten, geen idee hebben, blind zijn voor geestelijke zaken, dan zie je in dit gedeelte een ontwikkeling waar de geest op de achtergrond werkt en iemand tot geloof kan komen. En zo is het in ons leven ook gegaan. Het is niet van de een op de andere dag dat u dacht, oh, laat ik christen worden. Daar heeft God al lang al in uw leven in gewerkt. En de ene bij de ene door kerkgang, bij de andere door moeites in het leven, door andere door een boodschap die hij af en toe gehoord heeft. Sommigen misschien door 100 keer naar de EO te kijken, maar ze komen op een moment tot geloof. En hier zien we ook een hele bijzondere ontwikkeling van tot geloof komen. Want het gaat hier om de Heere Jezus en hij wordt eerst gekend als een mens die de naam Jezus heeft. Ik zat net nog te denken, de titel die ik hierboven zou zetten is dat. Wie zegt gij dat ik ben? Wie zegt gij dat ik ben? Ja, die titel. Die werd aan de apostelen gevraagd, aan de discipelen. Wie zegt gij dat ik ben? Want wat wordt er van de Heer Jezus gezegd? Een mens en die heet Jezus. Dat was het. De volgende keer lezen we, hij is een profeet. De volgende keer lezen we, hij is een man van God. En de laatste lezen we, het is de Zoon van God waar je geloof in moet stellen. En je ziet daar een groei in de kennis van God. Dus het gaat hier om, niet om de blinde, het gaat om, erkennen wij wie Jezus Christus is. Deze boodschap wil ons leiden naar Christus. Want de naam die onder de hemel is gegeven, waardoor wij behouden moeten worden, is niet de naam van deze blinde. Is niet de naam van een apostel, is niet de naam van de paus. Dat is de naam van de Zoon van God, de geliefde van God, de Heere Jezus Christus. Er is geen andere naam waardoor u en ik en jij behouden kunnen worden. Die is er niet. Zouden we wel willen? En in sommige kerken wordt het gepreekt dat er echt wel een andere deur is dan Christus. Ja, dan weet ik niet welke Bijbel ze hebben. Maar er is maar één weg tot Christus. Want dat zegt de Heer Jezus in Johannes 14, vers 6. Ik ben de weg. Kom maar. Ik ben de waarheid en het leven. En dan? Niemand, dus ook u niet. Dus ook u niet. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Christus staat hier centraal. Nou, het eerste gedeelte is de verzen 1 tot 12. We gaan het gewoon lezen, we hebben de hele middag. En in het voorbijgaan zag hij, zoals ik zei, iemand die blind was vanaf de geboorte. En zijn discipelen vroegen hem, Rabbi, wie heeft er gezondigd? Hij of zijn ouders, dat hij blind geboren zou worden? Jezus antwoordde, hij heeft niet gezondigd en zijn ouders ook niet. Maar dit is gebeurd opdat de werken van God in hem geopenbaard zouden worden. En ik moet de werken doen van hem die mij gezonden heeft, zolang het dag is. Er komt een nacht waarin niemand kan werken. En zolang ik in de wereld ben, zegt de Heer Jezus, ben ik het licht der wereld.
Nadat hij dit gezegd had, spuwde hij op de grond, maakte slijk met het speeksel en streek het slijk op de ogen van de blinde. En hij zeide tegen hem, ga heen, was u in het badwater Siloam, wat vertaald wordt met uitgezonden. Hij ging dan weg, waste zich en kwam ziende terug. De buren dan, en zij die eerder gezien hadden dat hij blind was, zeiden, is deze het niet, die zat te bedelen? Anderen zeiden, hij is het. En weer anderen, hij lijkt op hem. En hij zei, ik ben het. Ze zeiden dan, hoe zijn uw ogen geopend? En hij antwoordde en zeide, een mens genaamd Jezus maakte slijk, bestreek mijn ogen en zei, ga heen naar het badwater Siloam en was u. En ik ging weg, waste mij en werd ziende. Ze zeiden tegen hem, waar is hij? Hij zei, ik weet het niet. Wat een geschiedenis, hè? Ik weet het niet. Geen idee. Maar in het voorbijgaan van het leven, in het leven van Christus. Wij moeten dit gedeelte eerst laten waar het hoort. Als we dit gaan lezen vanuit het gemeente zijn, en dit is een boodschap voor de gemeente van vandaag, raken we het spoor kwijt. Dit is in de oud-testamentische context. De Heer Jezus was nog niet gekruisigd, hij was nog niet verworpen, hij was nog niet begraven, hij was nog niet opgestaan, hij was nog niet ten hemel gevaren, de Heilige Geest was nog niet uitgestort, er was niet eens sprake van een gemeente uit Joden en Heidenen, er was een volk, een verkoren volk, Israël. En hier gaat het niet om dat de Heer Jezus een ongelovige geneest. De Heer Jezus kwam voor, wat zegt hij? De zijnen. En de zijnen was zijn volk. Hij kwam als Messias voor zijn volk. Wat hij hier laat zien met alle wonderen en tekenen, is dat de Heer Jezus geeft om de zijnen. En dat de genezing altijd moest laten zien dat hij het was. Weet u nog wie er zo twijfelde? Of hij het wel was die komen zou? Johannes, hè? Johannes die nog zei, zie het lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. En hij kwam in de gevangenis en alles begon te bruisen in zijn hoofd. Dit kan toch niet? Dit kan toch niet? En hij stuurt zijn discipelen naar de Heer Jezus. En wat zegt de Heer Jezus? Kijk eens Matthäus 11. Matthäus 11. Dan zegt de Heer Jezus tegen zijn discipelen het volgende. En Jezus antwoordde en zei tegen hen, ga heen, bericht Johannes, wat u hoort en ziet. Blinden worden ziende, kreupelen kunnen lopen, melaatsen worden gereinigd, doven kunnen horen, doden worden opgewekt en aan armen wordt het evangelie verkondigd en zalig is hij die aan mij geen aanstoot neemt. Dat was zijn antwoord op de vraag, is hij het? Dat laat zien dat de genezing heeft nooit een doel op zichzelf gehad. Het doel van de genezing was dat mensen zouden zien, dit is de Messias, dit is de beloofde, dit is degene waarvan verkondigd is dat hij komen zou. En dit is in de context van zijn volk. Daar begint het mee. En dan loopt hij daar met zijn discipelen. En nou is de vraag, wat voor discipel zijn wij? Want die komt hij met zijn discipelen, de Heer Jezus ziet een blinde. En zijn discipelen die vragen niet, Heer, kijk deze man nou. Zou hem kunnen genezen? We voelen zo een hart branden voor deze man. Die kan niet zien. Heer, zou u in genade hem willen genezen? Nee, ze begonnen, wat begonnen ze? Een theologische discussie. Kent u die christenen? Oh, die kunnen zo theologisch discussiëren, maar hebben geen hart voor hun medemens. En dat is een gevaar hoor. Dat is het gevaar dat in ons zit.
Wij discussiëren graag. We hebben graag theologische onderwerpen die we met elkaar bespreken. En ondertussen gaan mensen om ons heen verloren doordat ze niet horen wie de Heer Jezus is. Hier moet u kijken. En zijn discipelen vroegen hem, Rabbi, ziet u hem? Wie heeft er nou gezondigd? Zijn het zijn ouders of is hij het zelf dat hij blind geboren is? Met andere woorden, voor hun moest er een logisch gevolg zijn dat ergens in de generaties iemand zo gezondigd heeft dat hij blind geboren zou zijn. En de Heer Jezus zegt, nee joh, jullie zien dit helemaal verkeerd. Je ziet het helemaal verkeerd. Hij zegt, hij heeft niet gezondigd. Daar bedoelt de Heer Jezus niet dat deze man geen zondaar was hoor. Hij bedoelt, hij heeft niet gezondigd op een wijze waarop hij blind geboren zou zijn. En hij zegt daarnaast, en zijn ouders ook niet. Wauw, een heilige familie. Nee, beide hebben niet gezondigd op een wijze dat de straf daarvoor zou zijn dat hun een zoon zouden krijgen die blind geboren zou worden. Dat is niet. En hij noemt ook zijn hemelse vader hier niet. Hij zegt ook niet, maar God heeft hem zo doen geboren worden. Dat zegt hij ook niet. Weet u waarom niet? Omdat sinds de zondeval ziekte en dood de wereld zijn ingekomen. Dat is een logisch gevolg van de zondeval. En tot de dag van vandaag worden mensen ziek. Er is pas ook in Katwijk bij ons uit de gemeente daar... Is een jonge vrouw van 46, nog ineens, hè, met 3 kindertjes, zwaar kanker, voor van de week overleden. Gaat het allemaal mis bij God dan? Nee, dat is de wereld waarin wij leven. Dat is de wereld waarin wij leven. Maar als je de hoop bij die vrouw zag, dat ze de Heer Jezus zou ontmoeten, en straks geen pijn meer heeft, dat is genade van God. Dat is de rijkdom van het evangelie. Dat is waar de Heer Jezus voor gekomen is. Maar geen van beiden heeft de schuld. Maar dan zegt hij hier. Maar dit is gebeurd. Dit is gebeurd. Het is gebeurd. Opdat de werken van God in hem geopenbaard zouden worden. Wij hebben een punt. Maar in het Grieks en in de Bijbel gaat de tekst gewoon door. Wij hebben te veel afkappingen gemaakt. En eigenlijk staat er, dit is gebeurd opdat de werken van God openbaar zou worden die ik ga doen. Want wat de Heer Jezus gaat doen, is het werk waar de Vader hem voor gezonden heeft. Hij zegt, ik ga nu een werk van God doen in deze mens. En dat is het bijzondere van dit evangelie. En dan nog iets is belangrijk op welke dag hij dat doet. Op de Sabbat. Dus 1, hij laat zien dat God bij machten is een blinde te genezen en ziende te maken. Als een heenwijzing voor degenen die geestelijk blind zijn en geestelijk ziende kunnen worden. Maar hij laat ook zien dat niet de wet zalig maakt, maar dat God zalig maakt. De genade van het geloof in de Heer Jezus Christus. En hij zegt hier, en ik ga dat werk doen. En zolang ik hier ben, is het licht in de wereld. Het is nog licht in de wereld, want wij zijn hier, hè? Wij zijn hier. Wij zijn het zout der aarde en het licht der wereld. Sommigen zeggen, toen Jezus vertrok, toen was er geen licht meer. Nee. Wij zijn het lichaam. Wij zijn de voeten, de handen, de mond, de ogen, de oren van Christus hier op aarde. Er is nog steeds licht. Maar als de gemeente wordt weggenomen, ja, dan wordt het licht weggenomen. En dan gaat de duisternis overwinnen. Dan kan de antichrist zich openbaren, ontpoppen. Want er is niks meer dat hem tegenhoudt. Maar tot nu toe zegt de Heere Jezus, ik ben het licht. En wat gaat hij doen op Sabbat? Hij gaat aan het werk. Hij gaat aan het werk. Het was voor de Heere Jezus zo makkelijk om in zijn oor te fluisteren. Even kijken of niemand het ziet. Zie. En hij zou kunnen zien, of niet? Maar de Heere Jezus doet het anders. Hij gaat uit speeksel
en zand, maakt die modder, maakt die slijk. Dus hij is aan het werk. Het is net alsof toen de discipelen die aren aan het malen waren. Hoe kun je dat doen? Ja, zolang ik hier ben, dan is het een feestmaal en dan moet je gewoon eten. En hij doet dat en hij smeert het op de ogen. Nou, het kan twee betekenissen hebben. Eén, we zijn uit aarde geformeerd, hè? Maar je moet wederom geboren worden. Je gaat door die aarde en wassen een nieuwe schepping worden. Je gaat zien. Ten tweede kan het ook heen wijzen naar de werking van de Heilige Geest. Want wie van hier zou op dit ogenblik wat modder, wat zand in zijn ogen willen krijgen? Irriteert dat of niet? Zo werkt de Heilige Geest in ons, hè? Die wil irritatie opwekken over zonde. En dat je je laat wassen door het bloed van de Heer Jezus Christus. En het bijzondere hier is ook, en dat is de oud-testamentische context, is dat ga je wassen. En ik vond het zo mooi, want die blinde ging op zoek. De gehoorzaamheid, zoals Jan dat ook uit, hij ging op zoek. Hij had net zo goed als Naaman, die werd gezegd, ga je dopen in deze rivier. Ja, dag, kom nou. In mijn land hebben ze veel schonere rivieren. En dat een knecht moest zeggen, u kunt legers verslaan en u zou het eenvoudiger niet willen. Maar hier ook, hij gehoorzaamde. En als een blinde, wie moest op weg gaan? Hij zelf. Hij moest gehoorzamen. Hij moest die stappen gaan zetten. Tastend in de duisternis. En misschien werd hij wel door iemand begeleid, dat weten we niet. Maar hij moest gehoorzamen. Hij moest zich laten wassen. Niet zijn ouders, niet de discipelen. Hij moest dat zelf doen en heeft het gedaan. En hij komt terug. Hij werd, Siloam, gezonden. Hij werd gezonden. En weet u, als je dan terugleest verder in de andere hoofdstuk, lijkt het wel een zendeling. Want hij begint te getuigen, hoor. Dat zullen we straks nog zien. Hij begint te getuigen. Prachtig om dat te zien. Hij ging weg, waste zich en kwam ziende terug. En dan de reacties. De buren dan, vers 8, die zij eerder gezien hadden dat hij blind was, beginnen te twijfelen. Hé, hier klopt iets niet. Hij was toch blind? Is deze het wel? Anderen zeggen nee, hij lijkt op hem. En hij moest zelf zeggen, nee, ik ben het. Ik ben het, nog steeds, ik ben het. En dan de vraag. En het bijzondere is in dit hoofdstuk, is dat vier keer wordt die vraag gesteld. In vers 10, 15, 19 en 26. Daar wordt gevraagd, hoe zijn uw ogen geopend? Het frappante is dat niemand vroeg, wie heeft uw ogen geopend? Maar hoe zijn uw ogen geopend? Was er dan een wonder? Was er dan geen persoon bij? Is dat allemaal kwijt? En in alle stukken komt steeds de vraag hoe het is gebeurd. En waarom? Om de erkenning van Christus te voorkomen. Want je komt toch bij hem uit. Je komt toch bij hem uit. Want het is niet, de vraag is niet hoe is het gebeurd, maar de vraag is wie was erin betrokken. Dat is de Heere Jezus Christus. Hij alleen. En dan wordt hem de vraag gesteld. Hoe zijn uw ogen geopend? Hij antwoordde zij, een mens, en dan vertelde hij hoe het is gebeurd, genaamd Jezus. Dat is alles wat hij wist. Een mens, genaamd Jezus. Nou, en dat is het begin. Wij moeten eerst van deze mens horen. De mens Jezus. En dat gebeurt. En zo komen we in dat tweede gedeelte. Vers 13. Dus de tweede episode, tot 17. Ze brachten hem, die eerder blind was, naar de fariseeën. En het was Sabbat toen Jezus het slijk maakte en zijn ogen opende. Opnieuw vroegen nu ook de fariseeën hoe hij ziende geworden was. En ze zeiden tegen, en hij zei tegen hem, hij legde slijk op mijn ogen, ik waste mij en ik zie. Sommigen dan van de fariseeën zeiden, deze mens is niet van God, want hij neemt de Sabbat in acht. Anderen zeiden, hoe kan een zondig mens zulke tekenen doen?
En er was verdeeldheid onder hen. Ze zeiden opnieuw tegen de blinde: u dan, wat zegt u van hem, omdat hij uw ogen geopend heeft? En hij zei: hij is een profeet. Wauw. Dat is heel wat anders. Een mens genaamd Jezus. Hij gaf hem de naam profeet. Heel bijzonder om dat te zien. Maar de vraag is, waarom gaan ze nou naar die fariseeën? Nou, omdat dat hun cultuur, hun religie was. Zoals ze vroeger, de melaatsen of wat dan ook, als ze genezen werden, moesten zich steeds tonen aan de fariseeën. Die gedachte is er ingehouden, wel door menselijke inzettingen, dat je bij de fariseeën je eigen moest tonen om een soort goedkeuring te krijgen dat het van God is. En ze gingen naar de fariseeën. Er werd niet gezegd en ze sleepten hem naar de fariseeën. Ze brachten hem naar de fariseeën. En ze wilden duidelijkheid over de situatie. En ook de fariseeën, die hadden vragen. Maar als u het gedeelte goed gaat lezen, dan zie je dat door al die vragen, de fariseeën en alle anderen, die komen in een benauwde situatie. En vanuit die benauwde situatie wordt alleen de naam van Christus alleen maar groter. Dat is zo prachtig om te zien in dit gedeelte. Maar er was een groot probleem. Als die dan van God gezonden zou zijn, hoe kan die dat dan op de Sabbat doen? En moet eens kijken hoe de gedachte van een religieus mens. Deze mens is niet van God. En wat is de reden? Want, wat staat er? Hij neemt de Sabbat niet in acht. U kan geen christen zijn als u op zondag een ijsje eet. En als u op zondag gaat fietsen, dan bent u helemaal verloren. Ziet u wat hier gaande is? Nou zeg ik niet verwaarloos de zondag. De Bijbel zegt ook dat je je bijeenkomsten niet moet voorbij laten gaan. Maar des te meer aanwezig zijn naarmate gij de dag ziet naderen dat de Heer Jezus komt. We worden opgeroepen om samen te komen. Maar niet als een wet. Zolang ik maar op zondag naar de kerk ga, zit het wel goed met mij. Nee, u moet in de Heer Jezus geloven. En omdat u in de Heer Jezus gelooft, gaat u naar een bijeenkomst. En zoekt u broeders en zusters op. En wilt u onder het gehoor komen. Dat is omdat u deel van het lichaam bent. Maar hier op de Sabbat, dat kan geen mens van God zijn. Ze zijn blind voor de waarheid zoals de Heer Jezus dat brengt. En anderen die zeggen, die beginnen toch een beetje te twijfelen. Hoe kan dat dan? Hoe kan een zondig mens dan zulke tekenen doen? Hoe is dat mogelijk? We kunnen dat niet rijmen. En er was verdeeldheid onder hen. Ik vind dat altijd zo mooi. Waar Christus is, daar komt verdeeldheid. Schrik daar niet van, lieve broeders of zusters. Of als je de Heer Jezus nog niet kent. Als je de Heer Jezus gaat aannemen, komt er verdeeldheid. In je omgeving, je vriendenkring, je familie, noem maar op. Er komt verdeeldheid. Is een logisch gevolg. Schrik er niet van. Schrik er niet van. De Bijbel leert dat continu, dat dat gebeurt. En dan zeggen ze opnieuw. Ze zeiden dan opnieuw tegen de blinde: u dan, wat zegt u van hem, omdat hij uw ogen geopend heeft? En hij zei: het is een profeet. Het is een profeet. Weet u wie dat ook zei? In Johannes 4. De Samaritaanse vrouw. Die zei ook: ik zie dat u een profeet bent. Waarom zeiden deze twee: hij is een profeet? Omdat de profeten in het Oude Testament, die wisten over God. En sommige van hen, die deden ook wonderen en tekenen. Kijk maar naar Mozes, kijk maar naar Elia. Er werden wonderen en tekenen gedaan. Dus dit moest wel een profeet zijn. Maar het is bijzonder dat deze man, die zijn ogen zijn geopend, niet alleen fysiek
opening had, maar ook geestelijk, terwijl hij zelf getuigde, meer begon te begrijpen. Dit is niet alleen een mens die Jezus heet, dit is ook een profeet. Je ziet een groei tijdens het getuigen van wat die man, die Jezus, in zijn leven gedaan had. En dat is prachtig om te zien. En dan krijgen we natuurlijk, komen zijn ouders daarbij, die worden gehaald, de Joden dan, geloofden niet van hem dat hij blind was geweest en ziende, totdat de ouders geroepen hadden van hem die ziende geworden was. Vers 19, zij vroegen hun, is dit uw zoon van wie u zegt dat hij blind geboren is? Hoe kan hij dan nu zien? Zijn ouders antwoordden hun en zeiden, wij weten dat dit onze zoon is en dat hij blind geboren is. Maar hoe hij nu ziet, weten wij niet. Of wie zijn ogen geopend heeft, weten wij niet. Hij is volwassen, vraag het hem zelf, hij zal voor zichzelf spreken. Dit zeiden zijn ouders, omdat ze bevreesd waren voor de Joden, want de Joden waren al overeengekomen dat als iemand zou belijden dat hij de Christus was, hij uit de synagoge geworpen zou worden. En daarom zeiden zijn ouders, hij is volwassen, vraag het hem zelf. Nou, ik geloof niet dat zijn ouders hem afwezen, maar de ouders die hadden angst. Dit gaat grote gevolgen hebben als wij hier ons mee gaan bemoeien. Maar wat ik hier ook zo mooi vind, is dat de ouders het niet voor hun zoon gaan overnemen. Die gaan niet een volwassen zoon, maar wat zeggen die ouders? Hij is volwassen. Eigenlijk zetten ze de fariseeën een beetje voor het blok. Eigenlijk zeggen ze, ben u niet goed bij uw hoofd? Er staat een volwassen kerel. En dan roept u ze ouders. Kijk, als er nou zo'n kleine is, dan is het logisch. Ik even de ouders erbij halen. Maar er staat een volwassen man. Stel je voor, ik heb wat met Jan en ik moet even je ouders erbij hebben. En wat vindt u wat Jan ervan vindt? Dan hoop ik dat de ouders zeggen, dan moet je bij hem wezen. Dan moet je niet bij mij zijn. En hier zetten ze deze man voor zijn eigen verantwoordelijkheid, zijn eigen keuzes. Geloofskeuzes moet je zelf maken. Zijn niet afhankelijk van je ouders, niet van je man, van je vrouw. Die moet je zelf maken. En wat nemen wij vaak anderen te veel, te vroeg in bescherming of soms te lang? Wij moeten elkaar leren in de gemeente verantwoordelijk te zijn voor de daden. Verantwoordelijk te zijn voor je geloof. En de vragen stellen aan de persoon zelf. Niet meer aan de ouders. En het is zo prachtig dat ze dat hier zeggen. Ga en vraag het hem zelf en hij zal voor zichzelf spreken. En dan kunnen wij terugkijken en we kunnen Jesaja 51 aanhouden, waar staat vrees niet voor mensen, maar vertrouw op God en de psalmen die dat zeggen. Psalm 127 geloof ik, of Spreuken. Er staan zoveel teksten van vrees voor angst, vrees voor mensen, band en strik, vertrouw op de Here. Oh, wat is dat makkelijk terugkijken. Hè? Maar die ouders die stonden daar en die hadden wel angst. En soms is het een gegronde angst hoor. En ze staan in de Bijbel. God poetst dat niet uit. Er was angst. Maar ze moesten voor zichzelf. Hij moest voor zichzelf opkomen. En dan opnieuw, vers 24. Zij riepen voor de tweede keer die blind was geweest. En ze zeiden tegen hem. En moet u dit lezen. Geef God de eer. Wij weten dat deze mens een zondaar is. Weet u waar dit onder valt, dit vers? Manipulatie. Er zijn geestelijke leiders vandaag de dag in de kerk die zo spreken. Dit is manipuleren. Dit is één, is allereerst geef God de eer. Met andere woorden, kijk uit wat je zegt. Ten tweede zeggen ze, jij weet niks, wij weten het. Wij weten, staat er, dat deze mens een zondaar is. Dan sta je tegenover een fariseer. Mond houden. Discussie over. Dat is geestelijke manipulatie. En dat gebeurt vandaag
in kerken. Weet je niet dat ik een geroepene van de Heer ben? Je kent dat vast wel. Dat is manipulatie. Vond hier ook al plaats. Manipulerend gedrag. Maar nou moet u eens kijken. Hier een blinde man. Wat zal zijn onderwijs geweest zijn? Hadden ze toen al theologische boeken in braille? Alles wat hij geleerd heeft, heeft hij geleerd van horen. Hij heeft het niet kunnen observeren, niet na kunnen lezen. Ik denk dat het een eenvoudige man was. Maar hier siert de kracht van eenvoud. Ik weet nog dat ik in het begin begon te spreken. En ik wilde altijd mensen overtroeven en proberen wijs te zijn. En iemand zei tegen mij, Jack, je moet jezelf zijn. En ik begon mezelf te zijn, ik begon te spreken. En dan kreeg je naar de dienst en dan zeiden mensen, heerlijke boodschap, lekker eenvoudig. En dat deed me pijn, want ik wilde hoogstandjes. Maar juist de kracht zat hem in de eenvoud. De kracht zat hem niet in een theologisch hoogstandje, in de eenvoud. Moet eens kijken wat hier gebeurt. Dit is een man, ik weet nu hoe oud is, een volwassen man die nooit heb gezien. En nu begint te getuigen en dan misschien wel geïrriteerd voor de tweede keer, komt weer die vraag. Zou die niet geïrriteerd zijn? Nee, ik denk het wel. Voor het eerst van zijn leven ziet hij iets. En er was voor hem zoveel te zien. Zoveel te zien. Hij zag zijn ouders voor het eerst. Hij voelde ze niet, hij kon ze zien. Hij zag mensen, hij zag het gebouw, hij zag alle dingen voor het eerst. En weer in die discussie. Maar moet je kijken wat hij zegt. Hij zegt heel eenvoudig, vers 25. Hij zegt, of hij een zondaar is, weet ik niet. Eén ding weet ik. Eén ding weet ik, dat ik blind was en nu zie. Ik hoop dat dat uw getuigenis is. Ik kan gerust zeggen met heel mijn hart, er is heel veel in de Bijbel. Daar snap ik helemaal niks van. Ik heb geen idee hoe het in elkaar zit. Ik heb pas Jeremia weer helemaal door zitten spitten en ik kom er niet uit. Het is zoveel contrasten, ik kom er niet uit. Maar weet u, één ding weet ik. Ik was dood. En ik leef. Ik was in de duisternis, ik wandel nu in het licht. Ik had geen hoop, ik heb nu een toekomst. Oh man, voor mij mag die openbreken vandaag de dag. Hij zegt, één ding weet ik. Lieve broeder of zuster, en als u geen kind van God bent, het belangrijkste voor u, voor jouw leven, is dat je één ding weet. Is dat de Heer Jezus ook voor jouw zonde, voor uw zonde, is gestorven aan dat kruis van Golgotha. En dat u door de genade van God, door het geloof, mag weten dat zijn bloed u reinigt van alle zonden. En dat u kunt zeggen, en ik weet dat ik gereinigd ben. Ik ben gerechtvaardigd door het bloed van de Heere Jezus en heb daarom vrede met God. De rest snap ik nog steeds niks van, maar één ding weet ik. Wat een getuigenis. En ze zeiden dan tegen hem, wat heeft hij dan met u gedaan? Hoe heeft hij de ogen geopend? En moet u dit luisteren, dan staat hij daar tegenover fariseeën. Grote mannen, religieuze mannen. En hij zegt, ik heb het u al gezegd, maar u hebt niet geluisterd. U hebt niet geluisterd. En moet je kijken, en dit vind ik zo mooi. Wilt u soms ook zijn discipel worden? Ironisch, hè? Vind je het niet geweldig? Waar haalt hij het lef vandaan? Zou je haast zeggen. Zijn ouders hadden angst. En hij wist één ding. Ik was blind en ik zie. En weet u, zij moeten dat eigenlijk ook weten. Zij moeten ook. Wil je ook niet een volgeling van de Heer Jezus worden? Prachtige vragen. Prachtige vraag om te stellen. En zij scholden hem uit en zeiden, u bent een discipel van hem. Halleluja! Wat een
compliment kreeg hij. Hij werd gezien als een discipel van Jezus Christus. Lees je goed wat er staat? Er staat niet, u bent een gelovige. Want daar hebben we er genoeg van in Nederland. Hij zegt, u bent een discipel. En een discipel is een volgeling. U bent een volgeling van hem geworden. Uw mond spreekt erover. Waarom? Uw hart is er waarschijnlijk helemaal vol van geworden. U bent een discipel. Hij krijgt een compliment van de fariseeën. Maak je niet druk als ze je een vrome noemen. Maak je niet druk als ze je een discipel noemen. Maak je niet druk als ze je gek vinden dat je naar de kerk gaat. Halleluja. Het is het beste gekkenhuis wat je kan hebben. Ja, toch? Of niet? Als ik het zo mag noemen. Want het is de plek waar we hem ontmoeten. En hier krijgt hij, die krijgt dat te horen. Manipulatie, vrijmoedigheid van hem. En ze scholden hem uit en hij was een discipel. En wij zijn discipelen van Mozes. En hier heb je geloof en religie. Hij had een relatie. En zij hadden religie. En dat gaat zomaar door. En dan zegt hij, wij weten dat God tot Mozes gesproken heeft. Maar van deze, ze noemen niet eens zijn naam. Van deze, van hem, die daar. Van deze weten wij niet waar hij vandaan komt. En moet u horen wat hij dan weer zegt. De man antwoordde en zeide tegen hen, er is toch iets wonderlijks. In wat? In dat, moet u horen, in dat u niet weet waar hij vandaan komt en dat hij toch mijn ogen geopend heeft. Dus kijk hoe die ze uitdaagt in hun geloof. Prachtig om dat te zien. En wij, even kijken, ja, en dat hij mijn ogen heeft geopend. Wij weten toch dat God niet naar zondaars luistert, maar als iemand Godvrezend is en zijn wil doet, naar hem hoort hij. En heeft hij het over de Heer Jezus. Door de eeuwen heen is het niet gehoord dat iemand de ogen van een blind geborene geopend heeft. Uit die woorden kun je misschien opmaken dat dit de eerste keer is. Maar we weten dat de Heer Jezus velen de ogen heeft geopend. Maar dat hij dat misschien nog nooit gehoord heeft. En daarom dit vers dat zo zegt, deze woorden. En dan zegt hij dit, vers 33. Als deze niet van God is, zou hij niets kunnen doen. Wat hij eigenlijk zegt, doordat hij het gedaan heeft, is deze een man van God. Het was een mens met de naam Jezus. Het was een profeet en nu werd het een man van God gezonden. Hij besefte, er is meer met deze persoon. Hij is een man van God. En wat wordt het gevolg als je daarvan getuigt? Verwerping. Verwerping. Maar dan gaat de laatste episode in. In vers 35. En het is prachtig, hè? Wie komt er weer in het beeld? De Heere Jezus. Die is een tijdje even achter de coulissen geweest. En er staat zo mooi. Toen Jezus hoorde dat ze hem uit de synagoge geworpen hadden. En toen hij hem gevonden had. Toen hij hem gevonden had. De Heere Jezus ging op zoek. De Heere Jezus komt mensen tegemoet. Denk maar aan Zacchaeus in de boom. De wereld keek op hem neer. En Jezus keek naar hem op. En hij zag Zacchaeus. Hier werd hij verworpen door de synagogische leiders. Hij werd verworpen door de kerk, om zo maar te zeggen. Maar Jezus zocht hem op. Een prachtig beeld. Dat hij die heeft gezegd, ik zal je niet begeven, ik zal je niet verlaten. Matthäus 28, ik ben met u tot aan de voleinding der wereld. Hij is met ons. Hij zocht hem op.
En toen hij hem gevonden had, zei hij tegen hem: gelooft u in de Zoon van God? Dan gaan we een stapje verder. Want nu komen we bij de kernvraag. Het doel was niet de genezing. Het doel was niet dat hij om zich heen kon kijken. Het doel was dat hij zou gaan geloven in de Zoon van God. En dan zou je zeggen, als dit uitverkiezing is, als dit voorbestemming is, was die vraag niet meer nodig. Dan zou die automatisch een gelovige zijn. Maar de Heere Jezus stelde hem persoonlijk deze vraag. Niet aan zijn ouders, niet aan de buren, niet aan de anderen, niet aan de fariseeën. Hij keek hem oog in oog aan en hij zegt tegen hem: gelooft u in de Zoon van God? En hier zien we dat hij er nog weinig van begrepen had. Want hij zei tegen hem in vers 36, wie is hij, Heere, zodat ik in hem kan geloven? Ik weet dat er een man is die de naam Jezus heeft. Ik weet dat die man gaven van een profeet heeft. Ik weet dat die man van God gezonden moet zijn. Maar wie is dan de Zoon van God? Dat wist hij niet. Dat wist hij niet. Want er waren meer mensen die Jezus heten. Er waren meer profeten geweest. En er waren meer mannen van God gezonden. Kijk maar naar de aartsvaders. Maar hij wist niet wie de Zoon van God was. En dan zegt dit hier, hè, vers 37. Die u gezien hebt en die met u spreekt, die is het. Ik vind daar zo de twee krachtige woorden in klinken. Ik ben. Ik ben staat voor je. Ik ben het. En dan zei hij: ik geloof, Heere. Ik geloof en, zie je het gevolg, en hij aanbad hem. Die dingen gaan samen. Geloof doe je met je hoofd. Aanbidden doe je vanuit je hart. En is het niet Romeinen 10, vers 14 en 15 zegt dat we met ons eigen mond en eigen met mond moeten belijden en met ons eigen hart moeten geloven. Het kan niet apart. Er zijn er genoeg die geloven met dit. Maar ze missen 20, 25 centimeter. Leg eraan hoe lang je bent. Het is nooit afgedaald in hun hart. Daarom is er ook geen ware aanbidding. En bij hem was er ware aanbidding. Dat was de conclusie. Niet dat hij nu kon zien. Nee, zijn hart was geopend. Zijn geestelijke ogen waren geopend. En hij werd gebruikt tot voorbeeld en les voor zoveel anderen. En dan zou je denken, nu gaan de gordijnen dicht en het verhaal is klaar. Maar dan zegt de Heer Jezus, wacht even. Dan wil ik nog even uitleggen waar dit allemaal om ging. En dan de versen 39 tot 41. Dat is eigenlijk het sluitstuk van dit hele hoofdstuk. En de Heer Jezus zei vers 39, ik ben tot een oordeel in deze wereld gekomen, opdat zij die niet zien, zien zouden en die zien, blind zouden worden. Heel apart wat hier gezegd wordt. Hij zegt niet, ik ben tot een veroordeling gekomen, maar ik ben tot een oordeel gekomen. Een oordeel maak je over iets wat je hebt waargenomen en je maakt daar een besluit over. Mijn oordeel over dit is, dit gebeurt er, dat gebeurt er, zo zit het in elkaar. En dit is het oordeel wat uiteindelijk de conclusie die de Heer Jezus trekt, is dat zij die niet zien, het zouden zien en dat die zien blind zouden worden. Met andere woorden, de genezing van de blindgeborene is een illustratie van de rechtvaardiging van de zondaar. En de verharding van de fariseeën staat voor de zondaar die weigert zich aan het gezag van de Heer Jezus te onderwerpen. Het is een strijd tussen geloof en religie. Het is een strijd tussen het weten van het niet zelf te kunnen, tussen zelfrechtvaardiging. Een strijd tussen geloof en werken. Tussen blind zijn en ziende worden.
En hij is tot een oordeel in deze wereld gekomen. Voor geestelijke blinden, dat wil zeggen, voor mensen die niet pretenderen dat ze kunnen zien, zal hij zijn heil laten zien. Zolang je maar blijft vertrouwen op je eigen werken, op je kerkgang, op je bijbeltje lezen, op alles wat je zelf doet, zul je nooit het heil in Christus volledig zien. Maar op het moment dat je beseft, en dat zijn de zienen, dat zijn de blinden die niets meer zien wat ze zelf kunnen zouden doen. Die gaan beseffen, ik buig mijn knieën voor het volbrachte werk van de Heer Jezus. Want hij heeft het voor ons volbracht. Maar voor degenen die het daarvan verwachten, van eigen werken, die menen te zien, wordt het uiteindelijk verblinding. Wordt het uiteindelijk niet zien. Ze zien met lichamelijke ogen, maar geestelijk zijn ze blind voor de waarheid. En dan worden de fariseeën nog één keer aangesproken. Want sommigen zeggen, toen ze bij hem waren, hoorden dit en zeiden tegen hem, zijn wij dan soms ook blind? Met andere woorden, gooi je ons onder dezelfde categorie. Wij zijn toch volgelingen van Mozes. Wij weten toch dit en dit en dit. En dan zegt de Heer Jezus, die vreemde tekst, als u blind was, zou u geen zonde hebben. Maar nu u zegt, wij zien, blijft u in uw zonde. Een hele rare tekst, hè? Als u blind was, zou u geen zonde hebben. Nou, je zou bijna bidden, dat is toch een voordeel als je blind bent. Dan heb je geen zonde. Ja, maar daar gaat het niet over of je wel of niet een zondaar bent. Daar gaat het niet om. Het gaat erom of je op je blindheid vertrouwt. Of je het werkelijk niet ziet. Als u blind was, zou u geen zonde hebben. Waarom? Omdat je dan niets hebt waar je het op zou kunnen vertrouwen. En gaat grijpen naar het heil van Christus. En dan word je vergeving aangeboden door het bloed van de Heer Jezus. Maar nu u zegt wij zien, dan blijf je in die zondige staat van zelfrechtvaardiging. Je blijft in die staat. En dat is precies wat Johannes 3 ook leert. Hè? Want we kennen allemaal Johannes 3 vers 17. Maar Johannes 3 zegt ook, aan het eind zegt hij dit. De Vader heeft de Zoon lief en heeft alle dingen in zijn hand. Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven. Maar wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien. Maar de toorn van God blijft op hem. Ongelovigen, we zeggen, ja, daar staat de toorn van God op te wachten. Nee, die rust al op ze. En je blijft in die zonde als je niet ziet, niet wil zien dat de Heer Jezus de oplossing is. Iemand zei eens, mensen gaan niet verloren omdat ze zondaren zijn. Mensen gaan nu verloren omdat ze de Heer Jezus niet aannemen. Want er is een oplossing voor het zondeprobleem. Jezus Christus en die gekruisigd. Prachtig gedeelte, er is nog denk ik veel meer over te zeggen. Maar ik zou zeggen, lees het thuis nog eens heerlijk door. En probeer alle brillen van vooroordelen of zo moet het zijn af te doen. En lees steeds opnieuw wie is er in het gesprek. Wat wordt er gezegd? Hoe wordt er gereageerd? En zie de prachtige opbouw in deze blinde. Zijn ogen werden geopend en hij begint te groeien in het geloof. Wie zeg jij dat ik ben? Is Jezus een mens? Is hij een profeet? Is hij een man Gods? Of is het de Zoon van God die zijn leven voor u en jou en mij gegeven heeft? Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Ik hoop dat u het alle tot dat laatste bent gekomen. En zo niet, dan zegt de Bijbel, heden. Heden nu gij zijn stem hoort, verhard uw harten niet.
buigen knieën en neem de Heere Jezus aan als je heiland en je verlosser. En dan zeg je, ja, maar ik weet nog niet genoeg. Nee, als je hem weet, hem kent, dat is genoeg. Net als die blinde. Eén ding weet ik. Ik was blind en nu kan ik hem zien.